Vanaf 1 juli is Nederland voor 6 maanden voorzitter van de Europese gemeenschap. En dat maakt Den Haag tijdelijk hoofdstad van Europa. Aan ambities geen gebrek. Premier Lubbers en minister Van den Broek zijn vastbesloten allerhande slepende kwesties in snel tempo op te lossen. De Europese Politieke Unie en de Economische en Monetaire Unie, daar gaat het de komende maanden vooral om. Eind van het jaar wordt in Maastricht de balans opgemaakt van een half jaar vergaderen. En als het allemaal goed gaat, kan dan een historisch verdrag van Maastricht worden getekend. Vandaag de eerste van een serie reportages over het Nederlands voorzitterschap. De politieke agenda. Europa zonder grenzen. Eén gemeenschappelijke markt. Met een vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal. Dit ideaal bestaat al sinds het EEG-verdrag van 1957. Met het tot stand komen van deze verdragen is een zeer grote stap gezet in de richting van de Europese eenwording. Op 1 januari 1993 moet het ook echt zover zijn. Maar er zijn nog steeds belangrijke obstakels, zoals de verschillende hoogtes van belastingen en accijnzen, de complicaties bij een vrij personenverkeer en de soms nog uiteenlopende landbouwregels. Pas als deze hobbels zijn genomen, kunnen de controles aan de grenzen wegvallen. De besluiten hierover zullen eind dit jaar genomen moeten worden, zodat de aangesloten landen daarna nog een jaar de tijd hebben om de afspraken in nationale wetten te verankeren. We zijn aardig op weg om die gemeenschappelijke markt tot stand te brengen. Meer dan 2/3, bijna 3/4 van het werk is gebeurd. Maar er moeten nog een paar geweldig belangrijke drempels genomen worden. Gelijktrekking van het minimum voor de BTW, om maar een kleinigheid te noemen. En als je dat niet voor elkaar krijgt, dan betekent het ook dat je die afschaffing van die binnengrenzen niet echt voor elkaar krijgt. En dus is het van wezenlijke betekenis. Tijdens de Europese top in Dublin, nu een jaar geleden, zijn afspraken gemaakt over de vorming van een Europese politieke unie. Maar de voortgang stokt. Landen als Frankrijk leggen sterk de nadruk op de Europese belangen en de eigen politieke en militaire rol. Maar meer Atlantisch georiënteerde landen, zoals Nederland en Engeland, vrezen dat dit ten koste zal gaan van de samenwerking met de Verenigde Staten. Met name op het gebied van de buitenlandse politiek. Nederland wil een EPU in de bedding van de EG-instellingen en volgens de EG-regels. Maar Frankrijk, gesteund door Duitsland, legt het primaat liever bij de Europese Raad. Dat zijn de regeringsleiders plus president Mitterrand. Deze raad onttrekt zich aan parlementaire controle. We hebben altijd gezegd dat als je in de Europese gemeenschap als ministerraad met gekwalificeerde meerderheid besluit, dan betekent dat dat een nationaal parlement er niet meer bij kan komen, want je kunt overstemd worden. Automatische consequentie, dan gaat die bevoegdheid van het nationale parlement over op het Europese parlement. Co-decisie heet dat. Het is een omstreden zaak. Engelsen voelen er weinig voor, Denen voelen er weinig voor, Portugezen, Fransen. Maar er is een meerderheid van de lidstaten op het ogenblik die onze opvattingen steunt. De EMU maakt ook weinig voortgang. Zoals wel vaker ligt Groot-Brittannië op principiële gronden dwars. Premier Major, de gevangene van zijn eigen conservatieve partij, heeft geen enkele haast met de invoering van een gemeenschappelijke munt en de oprichting van een centrale bank. Duitsland heeft na de ervaring van de hereniging ook minder haast. Het samenbrengen van twee sterk verschillende economieën stelt het land voor grote financiële problemen. De Monetaire Unie brengt discipline mee, waar het gaat om de begrotingstekorten die je mag hebben. Dat betekent dat je de discussie over het begrotingstekort, die we nu nationaal zeer uitvoerig kennen, dat je die niet zo sterk meer zult meemaken. Dus het heeft ook een inperking van de nationale soevereiniteit op dat vlak tot gevolg. En als je er niet aan houdt, dan volgen straffen. Voor premier Lubbers is er ook nog een persoonlijke ambitie. Zijn plan voor een Europese energiegemeenschap. Hij wil de aanvoer van Russische olie en Russisch aardgas veiligstellen. Dat kan door moderne technologie aan de Sovjet-Unie te verkopen en deel te nemen in de ontginning van Ruslands natuurlijke rijkdommen. Voorzien is een conferentie waar premiers en ministers van 30 tot 40 landen een energiehandvest goedkeuren.
Maar dan is eerst nog meer duidelijkheid geboden over de rol van de Verenigde Staten en Japan hierbij. Eind december hoop ik dat dat handvest vastgesteld kan worden door de regeringen. Dus we kunnen daar zeker mee scoren. En het is niet zozeer om te scoren, maar het is een handvest wat ook van uitermate groot belang is voor het betrekken van de Sovjet-Unie bij het Europese gebeuren. Voor de pogingen om die Sovjet-economie weer op te krikken. En vandaar dus dat het meer is dan een belang van Lubbers of van Nederland of wat ook. Ik denk dat het een van de meest voor de hand liggende instrumenten is om die Europese samenwerking en ook de Oost-Europese en met name de Sovjet-economie, om die van de grond te krijgen. Het wordt een spannend en bijzonder zwaar voorzitterschap voor Nederland. Want nooit eerder stond Europa voor zulke ingrijpende beslissingen. Nou, die agenda ligt er dus niet om. En om er iets van te maken zijn er heel wat topconferenties, spoedberaden en commissievergaderingen nodig. En om dat allemaal nog een beetje aardig te laten verlopen, heeft Nederland voor het aangenaam verpozen het oog laten vallen op een aantal buitengewoon aantrekkelijke hotels en restaurants. En het zal wel geen toeval zijn dat onderdak is gezocht in een restaurant in Ootmarsum met de huisspreuk gastronomie zonder compromis. Verslaggever Oscar van der Kroon ging voorproeven. Is het een hele eer om zoveel gasten te ontvangen. En ja, het is natuurlijk een hele organisatie voor ons om dat helemaal te gaan doen. Brengt dat veel zenuwen met zich mee? Nee, ik denk het niet. Wij zijn hier al zoveel dingen gewend. We hebben laatst Prins Bernhard gehad, die kwam lunchen. De koningin is hier al eens geweest. We krijgen allerlei celebrities en mensen in huis. En ik denk dat ze dat echt gewend zijn. Leuker, Brigitte Kaandorp of minister Buckman? Leuker is Brigitte Kaandorp, maar voor ons als huis zijn deze twee dingen echt allebei heel erg belangrijk. Maar ik wil inderdaad Brigitte Kaandorp in, zeg maar, vanuit een andere waardeschaal geredeneerd niet tegen meneer Buckman afwegen. Brigitte Kaandorp heeft haar hoogwaardige kwaliteit binnen haar genre, zeg maar. Ik hoop dat Buckman dat als voorzitter van deze landbouwconferentie ook waarmaakt en dat er een belangrijk verdrag van drachten of een lawei traktaat of zo zal komen. Je weet maar nooit. Weet u al wie de Italiaanse minister van Landbouw is? Weet ik niet. Nee. Is dat straks anders? Straks is dat anders. Straks weten wij allen binnen Lauswold wie welke minister is. Ja, en zullen we ze ook herkennen. En is het voor de minister ook niet nodig om hun naam te zeggen als ze de sleutel van hun suite komen halen. Waar droomt u van als u denkt aan die dagen dat men hier is? Dromen van dat een ieder
op dinsdag 1 oktober helemaal verrukt van onze oprijlaan vertrekt. Dan bent u tevreden? Dan ben ik tevreden.